Reuze trots zijn ze, Aad van Uffelen en Anneke Duivenstein. Met ruim 1100 handtekeningen die ze ophaalden met het plan om een leefbos in Westland te maken, zijn ze een burgerinitiatief geworden. En moet hun voorstel in de gemeenteraad van Westland worden besproken. De voorzitter van de gemeenteraad, Sjaak van der Tak, kreeg de allereerste boom dinsdagavond overhandigd. Waar deze boom een plekje krijgt, is nog niet bekend. Naaldwijker van Uffelen pleit al jarenlang voor meer groen in Westland. Volgens hem moet er minimaal een verdubbeling komen van het huidige openbare groen. Hij heeft dan ook een voorstel gemaakt met verschillende opties voor parken en bossen.